Adida is een gezelligheidsvereniging voor Didamse dames die één keer in de maand bij elkaar komen. En zoals vanavond hebben we de countrydansers op bezoek. We zijn twee bestuursleden en wij organiseren leuke bijeenkomsten dan. En soms komen we ook problemen tegen. En een van die problemen was de wet op bestuursrecht. We moesten daar als vereniging aan voldoen. En hadden daar best wel buikpijn van. Hoe gaan we dat aanpakken? Als we het dan nog in orde hebben gemaakt, dan moeten we ook naar de notaris. En dat gaat dan gauw in de papieren lopen. Tijdens een bijeenkomst van Welkom werden we geattendeerd op vrijwilligerswerk Montferland. Die hebben ons daar verder mee geholpen. Verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen met al hun vragen rondom vrijwilligerswerk terecht bij vrijwilligerswerk Montferland. En er zijn verschillende diensten, waaronder organisatieadvies. En op die manier kwam ik in contact via een collega met de hele enthousiaste dames van Adida. En zij zaten met een uitdaging in de maag van, die te maken had met complexe wet- en regelgeving. En op dat moment waren we ook bezig met het organiseren van de Liemense Beursvloer. Dat is een evenement dat één keer per jaar plaatsvindt, georganiseerd door de Liemense Uitdaging in samenwerking met drie verschillende welzijnsstichtingen, waaronder Welkom. Als voorbereiding op die Liemense Beursvloer hebben we vanuit Welkom een voorbereidende bijeenkomst georganiseerd waar heel veel organisaties aan meededen, waaronder Adida. Daarmee hebben ze, op dat moment hebben ze hun vraag voorbereid en een maand later hebben ze die bij de beursvloer daar een goede match kunnen sluiten waarmee hun probleem is opgelost. We waren eigenlijk gelijk heel erg enthousiast over wat Monique voor ons kon betekenen. We zijn naar de beursvloer gegaan en daar hebben we de zaken kunnen regelen. We hebben onder andere met een notaris gesproken die onze statuten juridisch heeft gekeken. En die gaan we binnenkort vastleggen. We hebben alleen een taart voor hoeven bakken. En aansluitend hebben we nog een workshop als bestuursleden aangeboden gekregen om onze website te bouwen en te onderhouden. Ook dat in ruil voor een taart. En dat is wat vrijwilligers van Montferland doen. Super blij mee. Het is heel fijn dat we Adida verder hebben kunnen helpen. En zo proberen we er te zijn voor heel veel verenigingen en organisaties hier in deze gemeente. En er is gewoon heel veel mogelijk. Je moet het alleen wel even weten.